De regering heeft meerdere plannen met betrekking tot gronduitgiftepolitiek en het genereren van meer inkomsten uit gronden en concessies. President Chandrika Prasad Santokhi zei donderdag tijdens de officiële opening van het MI Glis-kantoor dat er ordening komt. De regering heeft meerdere plannen met betrekking tot grondpolitiek en het genereren van inkomsten uit gronden en concessies. En we zijn al aangevangen met ons beleid om een stukje ordening daar binnen te brengen. Santokhi zegt verder dat de regelgeving met betrekking tot het grondenrechtenvraagstuk al is goedgekeurd door de regering. Alles voor de behandeling in de Nationale Assemblée ligt al klaar. We volgen ook de discussies en ook de zorgpunten die we allemaal als regering moeten gaan aanpakken. En wij willen ook die zekerheden gaan vergroten naar de samenleving. Ook door meer zekerheden te geven aan de burger als het gaat om grond voor duurzame investering door middel van conversie. En dat die processen binnenkort allemaal verder afgerond zullen worden op basis ook van de inzichten van alle betrokken stakeholders en de inzichten die wij ook horen in het parlement. Om zijn belofte dat elke burger een grond verdient na te komen, zegt het staatshoofd dat er een digitaal registratiesysteem komt. Met dit systeem zal nauwkeurig kunnen worden nagegaan wie al een aanvraag heeft lopen en wie al eerder grond heeft gekregen.